afstanden. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Dames en heren, hij komt eraan, dames en heren. Mo El Ghamzi. Bert, kom op, ja! Mag ik applaus voor deze twee dames? Ze zijn gebleven, hè? Hey! Bert ziet eruit alsof ze een lapdance wil. Wil je een lapdance? Ja! Je krijgt de hele tijd vragen, maar je krijgt geen lapdance. Ja! Ja, waar die Arabina? Wat een geluisterman die ik ooit heb gezien. DJ Lilac. DJ Praat. DJ, ik heb er geen zin in. Hij zit ook zo, hè? Kijk. En wie is die man naast jou? Die is helemaal vriend, nee, grappig. Hij kwam later, of niet? Ik kom altijd te laat. Gaan we eens werken? Ik kom altijd te laat. Oké, okay, hij is DJ te laat en jij komt altijd te laat. Okay. Je bent Antaliaan. Je bent jij te laat. Je komt altijd te laat. Ze praat Antaliaan, dus ook niet heel erg waar hij praat. Vond je het leuk, lapdance? Enorm. Ze zat net haar portemonnee te checken. Nee, ik heb al gekeken. Joh. Ze had al mijn voedselbonnen. Hallo, God, verbruikte condooms. Nee, ja, inflatie, ik weet dat heeft je ook getroffen. Wij ook, zakkerop, dat was wij, nee man. Ik had laatst een vrouw, ging lapdance geven, ik tilde haar op zo. Ik ging om in, I got the right temper. En toen viel er zo kleingeld uit haar zak. Echt crisis. Oké, iedereen, uit volle borst. Oké, deze gaat er nee leuk vinden, leuk. White power, white power! Zie je René? Zag je René? Eindelijk, het gaat beginnen, hè? Eindelijk! Man naar mijn hart, doe je ding! White power! Ik wou bijna opstaan. Ah, leuk om hier te zijn. Zijn jullie klaar voor grappen? Ja. Gaan jullie lachen? Ik zweer, beter gaan jullie lachen. Ik zweer het je, ik heb problemen. Wallah, ik heb schulden. Beter ga je lachen. Oorlog comedy is mijn laatste redding. Als dit niet lukt, ik zweer, ik ga je breken. Politie zoekt mij. Belastingdienst zoekt mij. Ga je lachen? Lachen, heb hè? Oorlog, ik ben gek, hè? Ik zweer, ik pleeg aanslag. Oké, dat ook weer niet. Er zijn te weinig mensen. Oké, hier komt de eerste grap. Lachen, hè? Waarom is een terrorist beter dan de Belastingdienst? Kijk, een terrorist pleegt een aanslag, je bent van hem af. Maar dat Belastingdienst is heel je leven lang bezig met aanslagen plegen. Lach dan! Lachen, klappen! En nee, klap niet, nee. Nee, als Hans Teeuwen die grap zou doen, of Theo Maas, zou ik wel lachen, nee, maar niet. Als Marokkanen doet, lach ik niet. Oké, grap 2. Waarom is het kut om homo en dakloos te zijn? Ja, want hij kan niet uit de kast komen. Lach maar, is een goede grap. Mijn streng doen hier zo. Volgende grap. Turken grap. Zijn jullie Turken? Is echt goed, let op. Jenny. Is echt goed, let op. Waarom zie je nooit vampieren bij shawarma winkels? 1, er is te veel knoflook. Goed hè? En 2, die Turkse mannen daar hebben geen nek om in te bijten. Ze hebben alleen hoofd op de schouder. Scherm, zegt er allemaal wat op. Allemaal, wat ga je bijten laat? Ik heb geen nek. Abbeer! Wil je bloed? Serkan, geef die sambal, geef. Goeie grap. Een Surinaamse grap? Zijn de Surinaamse in de zaal? Nee, die sambal. Die sambal, ja. Ja, hij is één Surinamer, dat ga ik hem doen. Hey, ik heb Dat is zo. Ja, dat is een hele andere type Surinamer. Hun die staan, komen ook eraan. Eerst, ja. Waarom hebben Surinamers een dunne woordenboek? Er zitten te weinig werkwoorden in. Oh, die lachen ze wel! Oh, die lachen ze wel!
bolletje racistisch. Ja. Terroristengrap. Maar ik maak het goed. Kijk, Surinamers hebben dunne woordenboek. Maar wij Marokkanen, wij hebben weer te veel steekwoorden. En Antillianen schieten woorden tekort. Zie je? 3-9 grap. Lachen. Wie hebben we nog meer? Belgen. Belgen grap. Hoe laat je een Belg lachen op zondag? Je vertelt hem die grap op vrijdag. Als je hem niet snapt, ben je Belg. Even kijken, Hindustaans grap. Oh ja, je bent Hindustaans, broer? Oké. Okay. Je bent alleen? Hij is al gelijk. Barney, Jelly, Barney, Barney. Jelly, Barney. Hoe herken je een Hindustaan met Parkinson? Die herken je niet, want ze doen allemaal toch zo. Oké, Nederlandse grap. Nu gaan we die Nederlandse aanpakken. Hoe herken je een Nederlander die wordt... Nee, hoe noem je een Nederlander die wordt overgereden door een grasmaaier? Grachtenkaas. En hoe noem je een Nederlander als die wordt neergeschoten? Gatenkaas. En als die van een flat naar beneden valt? Smeerkaas. Leuke grap allemaal. Heb ik nog iemand overgeslagen? Noem eens een nationaliteit. Duitsers. Dat is te makkelijk. Oké, waarom? Nee, Duitser, hè? Oké, Duitser. Deze is goed. Duitser, even denken. Ja, ik heb hem. Waarom is een fiets beter dan een Duitser? Bij een fiets hoef je minder hard te trappen. Oké, mijn naam is dus Rachid Larouche. En... Weet je, als mijn show kut is. Raktakken, ja! Raktakken, Rachid Larouche, ja, ja! Ken je Rachid Larouche? Nee. Ja, ik ook niet. Wees blij. Oké, ik ben Mino van Nassau. Nee, ik ben gewoon homo, welkom hier. Ik ben pas geleden getrouwd met deze mooie vrouw hier. Ze heeft niks gedaan. We doen ze mee. Ze mee voor je. Nee, ze is Afghaans. Dus gecondoleerd voor mij. Nee, zij is lief, zij is lief. Maar als zij boos is, ik zweer, ik zie Taliban. Ik zie geen vrouw meer. Ik zie een man met een baard en een tulbaan. Godafenschappie. Shalom. Ik ben is echt een lieve vrouw, ik ben met haar getrouwd. Ik woon in Amsterdam de Pijp. Ken je Amsterdam de Pijp? Ja. Dus ik durf niks meer te stelen, want als ik wat stil, kom ik in de krant. Pijpenaar steelt fiets voor een pijpbeurt. Want dat doen pijpenaar. Kom binnen, welkom. Ze is er. Bij de Al-Qaeda bijeenkomst. Iedereen. We zijn hier bezig met plannen. We gaan een bomaanslag plannen. Op de Dam. Op de Dam. We zijn het zat. Al die vrouwen die de half naakt rondlopen. Dus we gaan daar een bomaanslag plegen. Ik ben het zat. Ja. Iedereen. White power. Mevrouw, waarom bent u te laat eigenlijk? Nou, ik was uitgenodigd, maar... Uitgenodigd? Waar? Bij die Al-Qaeda bijeenkomst? Nee, ik zag pas vanavond. Maar bent u wel goed? Of wat, ja, ja, ja. Weet u wat hier is? Comedy Night. Oh, oké. Okay, ja. Okay, dus, maar dit is geen Comedy Night. Ik ben het verkeerd. Dat is die andere zaal. Okay, dit is de islamitische beweging. Voor terror... Anti-terreurbeweging. Tegen de blanke superioriteit, zeg maar. Dus... Ja, is goed. Ik zit goed. Nee joh, maar je hebt niks gemist. Oh! Oh! Hey. Je bent precies op tijd. Hey, joh. Nee, ik ben toch zelf voor. Ik ja, is gezegd. Ja. En wat is je afkomst? Nou, ik ben islamitisch, dat niet. Nee, maar dat is geen afkomst, nee. Islamitisch. Oh nee, oh, oké. Okay. Ik ben Zuid-Amerikaans. Oh la la, papi, tjolo. Papi, bang bang. Zuid-Amerikaans, hè? Waar Chili of Argentinië? Nee,
Suriname. Angola. Suriname, oh ja, die heb ik al. We hebben er drie. We hebben er zes. Het komt door die Surinaamse grap, ze hadden gehoord. Jezus Christus, ik ga binnen. Maar mag ik vragen wat ze jou afkomt dan? Wat denk je? Wat is je interview? Ik zou het niet weten. Nee, zeg maar. Ga je eruit? Marokkaans. Oké, goed geraden. Als je maar geen Turk zegt. Oké. Ja, mijn naam is Rashid Larouchik. Onthoud die naam. Oké, nu klaar. Nu is het praatje te veel. Ze gaat helemaal los. Wil je ook een lapdance? Ik gaf net een lapdance. Enjoy the show. Ze denken, nee, Marokkanen die lapdance geven, dat is niet goed. Oké, dus mijn naam is Mo Kamsi en ik kom uit de pijp. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam-West. Ik zeg jullie eerlijk. Maar omdat ik had gehoord dat in Amsterdam veel fietsers zijn, dacht ik, hé, nu weet ik waarom heel veel Marokkanen in Amsterdam wonen. Er zijn heel veel fietsen. Als ik met mijn vrouw loop, ik kijk niet naar andere vrouwen, ik kijk naar fietsen. Ze zijn van, waar kijk je? Ik zeg, ja, kijk naar die fiets. Wat echt een lekkere fiets, man. Check die zadel. Je hebt toch die LBHTIQRSTUWW-beweging? Ken je die beweging? Begrijpen jullie die beweging? Je hebt lesbisch, oké, begrijp ik. Homo, biseksueel. Dan heb je ineens non-binair. Kennen jullie die? Ja. Ja, jij bent er eentje. Non-binair. Ik wil niet een hij zijn, ik wil niet een zij zijn. Ik ben gewoon tussenin. En dan heb je ook nog vrouwen die gedragen zich als mannen. Maar die willen een relatie met een man die zich dan kleedt als een vrouw. Dus ik ben zeg maar een fietsfetish dan. Dus dan komt er een letter F bij van fietsfetish. Maar ik kom uit Rotterdam-West. Dus daar, ik ben geboren in Eenzora. Kennen jullie Eenzora? Marokko kennen ze het ook niet. In Eenzora heb je geen straatnamen, je hebt daar bergnummers. Wij komen uit berg nummer 6. Dat is de hoogste berg in Marokko. Dus wij zijn hoog opgeleid. Dat is goed, hè? In Eenzora kan je leuke dingen doen. Je kan bijvoorbeeld ezels rijden, koeien melken, geiten neuken, vrouwen slaan. Leuke dingen. En in 1990 kwamen we zeg maar naar Rotterdam-West. En wie kwam er naar Rotterdam-West? Ik, mijn vader, mijn moeder, 1 broertje, 2 zusjes, 3 ooms, 4 tantes en nog 3 andere kinderen. Ik ken ze niet, ze gingen gewoon mee. Waarschijnlijk voor de kinderbijslag, ik weet niet. En we kwamen naar Rotterdam-West, ik weet nog, in 1990. En de eerste jaar had ik heimwee. Het tweede jaar had ik WW. En het derde jaar had ik BW! Alleen maar goede grappen voor je. Maar Rotterdam-West kwamen we daar naartoe. Mijn vader die had... ik snap mijn vader niet, weet je. We hadden naar New York kunnen gaan, Los Angeles. Hij zegt, we gaan naar Rotterdam. Rotterdam-West, Spangen. Spangen, kennen jullie Spangen? Ja. Rotterdam-West, jaren 90 Spangen. Ben je daar eens geweest, René? Ja, een keertje. En je leeft nog? Ja. En je bent nog niet zwanger geworden? Ja, ja, ja. Rotterdam-West, gangster ghetto. Ik ging daar een keer inbreken. Ik ging daar inbreken. Kom ik gewoon andere inbrekers tegen in hetzelfde huis. Ik zeg, Rashid, wat doe jij hier? Hij zegt, ik zoek een nieuwe tv. Nee, je bedoelt tweedehands tv. Ja, ik zoek tweedehands tv. Dat is Rotterdam, gangsterwijk. En we waren daar, zeg maar. En ik weet nog, Mark Rutte gaat niet naar Spangen. Kijk, René durft wel, maar Mark Rutte gaat daar niet heen. Weet je waarom Mark Rutte daar niet naartoe gaat? Dat zijn fiets wordt gestolen. En daarnaast, als hij naar Spangen gaat, hij gaat aan duathlon doen, hè. Ja, hij gaat met zijn fiets daarheen en hij gaat lopen terug. Doe dat dan. Amalia gaat ook niet daarheen. Amalia, die wordt tienermoeder. Maxima, achter de ramen. En Alexander, als hij daar gaat, hij wordt pooier. Ja, hij wordt pooier. Weet je waarom? Hij wordt één van ons. Want hij heeft al 4 vrouwen, hè? Ja, hij heeft zijn vrouw en 3 kinderen, 4 vrouwen. Dus, maar Spangen, daar kwamen we en ik weet nog, we kwamen daar. We waren echt arm, jongen. We hadden echt crisis, hè. En ik heb het niet over de crisis van nu, hè. Niet wat wij nu hebben hier, gratis comedy in een buurthuis. Met voedselbonnen van Danique. Danique, jij bezorgt mijn probleem met mevrouw. Ik zei tegen haar, schat, wij gaan naar een comedy dinnershow. Ik kom hier, ik krijg voedselbonnen, kijk. In een buurthuis. Maar ja, maak net. Ja toch, schat? Ik weet het leuk, toch?
Maar we hadden echt crisis. Maar ik neem, weet je, die crisis, dit is voor mij luxe. Wij waren echt arm. En laatst zat ik tv te kijken en mensen, ik zag een vrouw op tv huilen, omdat ze het slecht had. Dus ik zat naar haar te kijken, ik denk, dit valt wel mee eigenlijk, haar crisis. Want ze begon te huilen, ze begon, ja, is toch niet normaal? Is toch niet normaal? Ik heb mijn gas afgesloten en nu moet ik mijn eten opwarmen in de airfryer. Airfryer? Ik ben 41 jaar, ik heb nog steeds geen airfryer. Heeft er iemand airfryer hier? Dat bedoel ik! Oh, Tonique heeft een airfryer. Oké, twee mensen maar. En ze ging door, hè? Ze ging door, hè? Ze ging, ja. En voordat ik ga slapen, kan ik maar één boterham eten. Goe. En kijk. Eén boterham eten? Weet je wat ik kreeg voor het slapen gaan aan eten? Lucht! Ik ging lucht eten. Geen airfryer, alleen die air. Ik ging zo... Ik ging fantaseren, aardbeien, chocola, lekker man. En mijn moeder, genoeg! Laat wat voor je broertje en zusjes. Ja, egoïst, ja, gierige. Die crisis. Wij waren zo arm. Zwervers gaven ons geld. We waren zo arm. Eentjes gingen naar ons brood gooien. Kwek, kwek! Ik ging vechten met die meeuw, hè. Kijk, vergeet die fucking brood. Ik heb nog één arm grap. Deze is echt goed, let op. Deze is echt goed. Wij waren zo arm. Wij stonden niet rood bij een normale bank. Wij stonden rood bij de voedselbank. De voedselbank heeft ons geregistreerd bij BKR. Wij waren nog tomaten en paprika schuldig, die crisis. Goeie grap, hè? Jullie zijn moe, hè? Pep is moe, hè? Wil je nog een lapdance? Maar dat komt een beetje door mijn vader. Mijn vader... Oké. Okay. Ben je mijn vrouw aan het versieren? Oh, Michael, had ik niet verwacht. Nee, ik zag ook niet. Moet ik even vertellen, was een comedian uitgevallen. Dus ik vroeg Michael, kan je spelen? Hij zei gelijk ja! Toen ik zei, ik neem mijn vrouw mee, zei hij... Ja. Daarom! Kom hier voor spelen. Kom andere speelspelletjes spelen. Nee, dat valt niet op lange mannen. Maar we waren dus arm en dat kwam een beetje door mijn vader. Mijn vader die was een beetje gokverslaafd. Mijn vader was net als Hans Klok. Hij kon alles laten verdwijnen, behalve geldproblemen. Maar ik vergeef het hem wel, weet je wel. Ik vergeef het hem wel. Ik zeg, papa, weet je, als je de tijd kon terugdraaien, wat zou je anders doen? En toen zei mijn papa, echt briljant. Dit is zijn buik, hè. Wat ik anders zou doen is, al jullie kinderbijslag allemaal op rood zetten. Maar ik vergeef het hem wel. En ik weet nog, hij was zo extreem gokverslaafd. Niet normaal, hè. Casino's, kasten, alles. En hij, op een gegeven moment, hij wilde mij gaan vergokken. Voor een doos slof Marlboro sigaretten. Zielig, hè? En mijn moeder boos, jongen. Mijn moeder... Ben je gek of zo? Ben je ziek? Waarom sigaretten? Doe beter olijfolie. Dadels, couscous. Beter. Ik wil een scheiding en u? Nou, in 1993 waren ze gescheiden. En ik moet er wel bij vertellen. Want ik weet nog, wij waren in Marokko. En mijn vader was hier in Nederland. Vader was hier helemaal aan losgaan met ook Surinaamse vrienden. Ging hij helemaal los, drinken, zuipen, hoeren. En ik belde hem van Nederland, of van Marokko, belde ik hem op. Ik zeg, papa, hoe is het daar in Nederland? Hij zegt, maar gaat goed, is goed. Ik zeg, papa, wat voor werk doe je? Hij zegt, ik zit in leger, Mohammed leger. Dus ik was zo trots op mijn vader. Ik vertelde iedereen daar, in het dorp, in Enzora. Mijn vader zit bij het leger, hij is soldaat, hij is vrijheidsstrijder. En jullie vader zijn mietjes, eentje werkt bij de bakker, eentje bij de slager, en jullie zijn mietjes. Eindstand, wij komen hier naar Nederland, ik zie mijn vader zo'n buik. Ik zeg, papa, wat is dat met die dikke buik, man? Je lijkt zwanger, je zit toch bij het leger? En toen zei hij dit, briljant. Ja, Mohammed, ik zit bij legers dus zelfs. Ik vond het echt briljant. Maar het werd nog erger. Hij zegt, Mohammed, ik ga morgen naar dienst. Ik zeg, wauw, dienst. Papa, mag ik mee? Ik zeg, ja, kom mee. Dus wij gaan naar zo'n gebouw.
zo'n vrouw achter de balie tegen hem. Ja, welkom bij de sociale dienst, wat kan ik voor jullie doen? Echt mijn vader, jongen. Maar ze waren gescheiden in 1993 en sindsdien, ik woonde toen met moeder. En mijn moeder is echt een toffe vrouw, echt een lieve vrouw. Mag ik applaus voor moeders, dames en heren? Applaus voor moeders. Ja, moeders, ja. Moeders hebben echt veel meegemaakt. Mijn moeder, ze is nu Marokko. Ze wordt hier ziek, weet je wel. Ze kan niet tegen het weer en rekeningen en weet je. Ja, ze is zo. Ze is naar Marokko, lekker aan het chillen daar. En mijn moeder, ze heeft zeg maar 4 kinderen in haar eentje opgevoed. Zonder man, zonder baan, zonder geld, zonder de taal te kennen. Weet je, ze doet huishouden nog steeds. Ze heeft reuma, ze heeft ontsteking in haar darmen. En nog steeds doet ze huishouden. Dus ja, ze is echt een superheld en een soort Wonder Woman. Nog applaus, ja, maar nog applaus. Ik vind dat knap. Want soms, weet je, als je aan die kinderen vraagt van nu, weet je, die Beb heeft een vraag aan die kinderen van nu. Wie is jouw superheld? Wat zeggen ze dan? Mama. Echt waar? Ja. Oké, dat zijn wel speciale kinderen. Nee, de kinderen, ja, dat zijn de kinderen dan niet in de ghetto. De ghetto kinderen, Beyoncé, Justin Bieber, Nicki Minaj, hou je mond. Je moeder. En mijn moeder was net zo Wonder Woman. Ja, want ze sloeg me met die kabel. En ze liet me altijd de waarheid vertellen ook. Hè? Net zo'n Wonder Woman. Wie heeft die vaas kapot gemaakt? Moeder sloeg me altijd. Zijn hier mensen geslagen toen ze klein waren? Even eerlijk. René? René heeft geheugenverlies. Weet je, hij weet niet meer. Nee, niemand geslagen hier? Even eerlijk, Jerry. Kom op, jongens. Ja, natuurlijk. Ik zie die littekens. Je hebt je haaruitval. Ik zit per ongeluk. Per ongeluk! Het is altijd alleen bij Nederlanders. Ja, ja, sloeg mijn corrigerende tag. Hoe per ongeluk? Nog nooit van, wat had ik maar per ongeluk? Hoe ging het? Wat was gebeurd? Wat is per ongeluk? Zo. Nee, ik weet precies, maar ze schrok mezelf meer van dan ik deed. Ah. Ja. En was het met een platte hand of kreeg of kracht maar graag? Ja? Ja, maar dat schrok ze echt heel erg. Oh, lief, echt lief. Maar later dacht ze wel, lekker van je kind. Nee, maar ik kijk, tegenwoordig, weet je, kinderen worden niet geslagen. Ik weet je, ik vind eigenlijk, moet terugkomen. Ja, moet terugkomen. In deze tijd, weet je, kinderen worden niet meer geslagen, ze zijn brutaal. Weet je, maar het is ook niet anders, want als je een kind alleen verkeerd aankijkt, gelijk kinderbescherming in je nek. En vroeger kregen we klappen. Vroeger, kijk, kinderen worden nu zo gestraft, let op. Vooral bij Nederlandse mensen, let op. Potjan verdikke me, Klaas. Ik ben er klaar mee, Klaas. Ik heb het gehad. Het zit me tot hier, Klaas. Het zit me tot hier. Je eet je eten weer niet. Ik weet niet wat ik met je aan moet. Ga naar je kamer, waar je een iMac hebt, een iPad en internet. Lopen. Nu mijn moeder. Mohamed, ga naar je kamer. Ik zeg, mama, ik heb toch geen kamer? Ik slaap toch op het balkon? Zij sloeg mij met schoenen, slippers, waterpijp, wc-borstel, met poep nog eraan van broertje. Zij sloeg mij met klapstoel. Is die niet geniaal? Zij dacht klapstoel was om klappen mee te geven. Ze ging naar die IKEA. Meneer, jongeman, kom eens. Hoeveel kost deze klapstoel? Ah, is 40 gulden, hè? Is van ijzer, hè? Ja, doe maar 2. En dan zei die jongen, wilt u die gebruiken of meenemen? Nee, nee, hier gelijk gebruiken. Gelijk gebruiken. Met dichte stand en prijskaartje op mijn rug. Mohamed, raga! En dan ging die stoel kapot. Wie kreeg de schuld? Ja. Ik kreeg de schuld. Nee, je hebt die stoel kapot gemaakt. Ik ga die wel kopen met jouw kinderen bij slaag. Ah, oh, mijn moeder, jongen. Daarom die kinderen van nu, ik mag ze niet. Weet je wel, hoe 8, 9 jaar, de kinderen, zijn ze verwend? Hebben ze telefoons? Die kinderen van nu, ze hebben een PlayStation 5, ze hebben een Xbox, ze hebben een elektrische fiets, ze hebben een TikTok-account en ze hebben een grote bek. Ik zag laatst zo'n kindjongen bij de supermarkt. Ze zei, nee. Zo doen ze, hè? En zo, altijd chagrijnig. Ze hebben alles, maar nog steeds. Ma, mag ik deze Kellogg's cornflakes? En die moeder,
Bart, leg het nou neer. Het is crisis, het is inflatie. Nee! Ik wil deze Kellogg's cornflakes. Ik wil het nu! Bart? Vaga! Als doen? Is het rustig daar? Ja, gaat op je leven! Ja, is dat er... Oké. Geen veel klanten en zo. Maar ga, kom zitten dan, kom relaxen. Fuck die baan, weet je toch? Ja, dat is die balie. Mensen komen zeuren en shit. U bent vrijwilliger, denk ik. Oké, okay, maar heeft u kinderen, meneer? 20 kinderen, zo weinig. Bij één vrouw of verschillende vrouwen, eerlijk? 6 kinderen ook, mashallah. Maar welke leeftijd? De jongste en de oudste, ik hoef niet iedereen. Over de 50. Echt niet, hoeveel? Over de 50. 50, dan ben je 100. Maar ik heb het over kinderen, daarom. Zijn ze ook verwend? Zeker. Ja, zie je, dat bedoel ik. Dus ik zag een wit kindje, was gebleven. Dus een wit kindje, ik wil een Kellogg's cornflakes, ik wil het nu! En die moeder zegt, Bart, leg nou neer. We zitten in de schuldsanering, alsjeblieft, volgende keer. Nee! Ik wil het nu! We gaan op de grond, toch? En wat zegt die moeder dan? Ik heb het gezien. Oké, vooruit dan maar voor deze ene keer. Nu gaan we naar mijn moeder, hè? In de jaren 90. Ten eerste, ik kwam die supermarkt niet in. Ja, zij liet me achter bij die honden. Aan het lijntje. Ik zat daar zo. En die andere hond, nee, jouw moeder heeft gelijk. Nee, sorry. Ten tweede, stel voor ik kwam in een supermarkt. Ja, stel voor ik kwam daar. Ik zou mijn zin niet kunnen afmaken. Ik zeg, mama, mag ik deze? Wat heb ik tegen jou gezegd? Leg dat ding neer. Ik zou zeker op de grond liggen. Raga! Je kan goed trappen, hè? Voor 41 jaar. Kan je het even doen? Doe eens even. Met zijn kunstheup zo. Nee, ik zit altijd door. Respect voor de ouderen, zeker. Maar stel voor, ik zou op de grond gaan liggen. Net als Bart op de grond zo. Nee, ik wil het niet. Mijn moeder zou dit doen. Ah, lieve mensen, kijk, mijn zoon ligt op de grond. Lief, hè? Schattig, hè? Ze zou net als een goalkeeper of zo oppakken, zo. Ah, die kinderen van nu. Weet je, ik heb ook een zoon van 8 jaar. Ik schrok van hem last. Hij begon dit te doen bij mij. Papa, ik wil die telefoon, ik wil het nu! Weet je wat ik heb gedaan? Ik ben naar buiten gegaan en ik heb politie gebeld. Ik zeg, politie, mijn zoon die is bezeten door demonen. Kunnen jullie even hem komen ophalen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, maar ze zijn... En die kinderen van nu hebben ook andere vragen. Hè? Ik had vroeger hele andere vragen in de jaren 90. De kinderen van nu... Mama, of papa, mijn zoon, hè? Papa, mag ik naar de bioscoop? Papa, mag ik een PlayStation 5? Papa, mag ik voetballen? Papa, mag ik Netflix kijken? Ik had een hele andere vragen vroeger. Weet je welke vraag ik had aan mijn moeder? Mama, mag ik weer eten? Ik heb honger. Mama, mag ik uit de kelder? Ik zit hier al een jaar vast. Mama, mag deze ketting los? Doet pijn. Mama, mag die mes uit mijn rug? Hele andere vragen. En de tijden veranderen nu ook. Ik weet nog, wij waren altijd buiten aan het spelen. Altijd voetballen, busje trap. Weet je nog die spelletjes, die kinderen kennen dat niet, hè? Busje trap, hutje bouwen in de bos, weet je nog? In een gat graven en daarin poepen, weet je? Blaaspijpen, knikkeren. Kinderen weten niet wat knikkeren is. We gingen altijd buiten. En als moeder me riep naar binnen, van Ahmed, kom naar huis! Het is 7 uur! En dan wil je niet gaan, nee mama, laat me nog even alsjeblieft, mag ik nog eventjes? Nee, het is bijna donker, alsjeblieft, mag ik nog even? En dan moest je naar binnen. Tegenwoordig is het andersom. Mijn zoon zit binnen op de telefoon. Zakaria, ga een keer naar buiten. Nee, papa, ik wil binnen blijven. Buiten is saai, buiten is koud. Laat me alsjeblieft binnen. Het is gewoon omgedraaid. Rare shit. Ah, kinderen. Maar je moet van ze houden, hè. Ik heb ook een Surinaamse grap. Je bent Surinamer, meneer? Blijf. Ik heb Surinaamse joke. In Marokko heb je ook donkere mannen, serieus. Ik zag een keer in Marokko iemand, hij leek op P. Didi. Ik zweer het. Kan je... Maar ik heb... Maar, nee, geen Surinaamse grap?
Oké. Okay. Nee, echt Surinaamse grap. Is geen belediging of zo. Let op. Ik had een vriend, Jesaja, in Rotterdam. Jesaja. En ik had een keer een marsreep gestolen. Marsreep had ik gestolen. Dus ik was met Jesaja en mijn moeder en mijn broertje, die had mij verraden bij moeder. Dus mijn broertje die zei tegen mij uit het raam: Mohammed, mama weet je hebt gestolen. Kijk, er komen steeds meer Surinamers hier. Dit is een vrouw daar. Shit, dat komt door die Surinaamse joke, of niet? Je wordt hier een uitgang. Shit. Dat was een Surinaamse joke. Dus die Jesaja, dus ik had een reep gestolen. En mijn broertje ging uit het raam roepen: Mohammed, mama weet je hebt gestolen, ze gaat je slaan. Dus Jesaja had gehoord. Jesaja zegt tegen mij: Odimo, je moeder gaat je mars breken. Ik dacht: wauw, wat een mooie traditie. Je steelt een mars en dan gaat je moeder die mars breken. Ik dacht, ze gaat hem in stukjes breken en dan uitdelen aan het gezin. Ik zeg: Jesaja, echt een mooie traditie. Hij zegt: no. Ze gaat je mars breken, ze gaat je fonfon geven. Fonfon, weet je wat fonfon vertaalt voor hem? Huh? Pak slaag, fonfon. Ik dacht: wauw, ze gaat die mars breken en dan krijg je een Chinees gerecht. Fonfon, ik dacht Chinees gerecht. Hij zegt: nee, ze gaat je bossen, ze gaat je klappen. Ik zeg: Jesaja, wat moet ik doen? Hij zegt: weet je wat je moet doen? Je moet in het toilet gaan en dan die deur op slot. Werkt altijd. Nee, heeft niet gewerkt, hè? Hij heeft echt slechte advies. Ik ging in die toilet, nu is mijn moeder nog bozer. Mijn moeder op die deur. Doe die deur open, je gaat vandaag dood. En ik zat daar. En kijk, ik ben islamitisch opgevoed, maar op dat moment, ik was de klus kwijt. Ik zei: praise the Lord, Jesus Christ. Praise the Lord, help mij. Open. En ze kreeg altijd die deur open. Hoe kreeg ze die deur open? Met een mes. Zie je het aan die kijk? Ervaring hier. Met een keukenmes, ja. Mijn moeder wist niks over techniek, maar op dat moment klinkt. Dat is niet het geluid van de deur, hè? Dat is het geluid van de moeder. Ik had 1 seconde bedenktijd en ik dacht in mijn hoofd: waarom heb ik mijzelf niet doorgespoeld? Dat zou 10 keer beter zijn geweest. Mijn moeder sloeg me als dirigent. Elke woord is een klap. Wat heb ik met een pollepel, hè? Wat heb ik tegen jou gezegd? En ik zat daar: wacht even, mama, wacht even. En moeders hebben een trucje, hè? Deze trucje, hè? Check it. Kan je een keer proberen bij een van je leerlingen. Je moet. Met een pollepel of een liniaal, of geodriehoek nog beter, of kruk. Je doet net of je hier gaat slaan van boven en ik deed dit. Ik dacht, weet je nog, taekwondo, maar hier is open. Dus de schuimbeweging, ja. Ga je doen? Moet je doen, is leuk. Volgens mij zit mijn tijd. Ik zit hier avondvullen een show, ik krijg geen geld, niks. Fucking zooi. Kom eens, ik zweer het je. Ik ga vakken vullen, man. Fuck dit. Met hier geen shit. Niet schat. De vrouw gaat me scheiden als dit zo doorgaat. Serieus, mijn leven hangt hier van. Shit, ik stond vorige keer voor 500 Surinamers, hè. Jullie kunnen hard lachen, jongen. Ah, oh, man, dat is grappig. Nee, joh, ik ga stoppen, denk ik. René, volgende keer maak het goed met mij, hè? Maak het goed. Ik ga buiten spelen, weet je toch?